Ik ben nu een jaar vader. Dat is een fantastische ervaring en tegelijkertijd heb ik soms geen idee waar ik mee bezig ben. Ik ben zo benieuwd hoe andere mannen dat doen, vader zijn. Uiteindelijk denk ik dat ik gemiddeld 5 uur slaap per nacht. Had je dat gedacht vooraf? Ik had nooit gedacht dat ik dat zou trekken, nee. Maar er is wel iets wat... En dat vind ik echt heel bijzonder. Er is een soort energie wat vrijkomt. Een soort bron. Wat zou dat zijn? Liefde, sowieso. Ja. Ja, vooral in die laatste week. Joh, je ziet je vrouw gewoon met zo'n buik. Die kleine gaat eraan komen, zijn we er klaar voor? Nou, dat gaat bij mij vaak 's nachts, ja, die gedachten. Maar wat waren je gedachten dan, als je dat zo allemaal observeerde? Het is ergens zo'n wonder dat ze beide gelukkig gezond zijn. Dat ze het goed doen. En er kan zoveel misgaan. Weet je wel, ja. Ik heb heel vaak, vooral in die laatste maand, heb ik vooral heel vaak gedacht aan al die ouders die, ja, die kinderen hebben die niet gezond zijn of zo, weet je, waar iets mee is. Maar ik heb me nooit echt, dat vind ik wel het bijzondere van mijn vaderschap, is dat juist mijn vaderschap ervoor heeft gezorgd dat ik veel minder angsten heb. Ik wist wel, en dat wist ik al heel lang, nog voordat we überhaupt getrouwd waren, hebben we die gesprekken gevoerd over, in mijn geval, het belang van een Arabische naam. Dat vind ik heel belangrijk. Waarom eigenlijk? Nou, voor mij heeft dat ook echt wel te maken met dat ik mijn Marokkaanse achtergrond, mijn islamitische achtergrond, dat ik die heel graag mee door wil geven. En bij mij begint dat bij een naam. Dat heb je ooit overwogen om dan misschien toch maar niet die naam mee te geven? Omdat het misschien net iets minder moeilijk voor haar te maken om in deze samenleving te leven? Nee, absoluut niet overwogen. Arabisch-islamitische naam zorgt gelijk voor een stempel. Zorgt ervoor dat ze niet worden uitgenodigd om te komen voor sollicitaties. Creëert gelijk een soort beeld om je kind. Ja, wil ik dat wel? En ja, ik heb daar invloed op. Dus als ik de naam van mijn kind verander, of gewoon mijn kind anders noem, een Nederlandse naam geef, ja, dan heb ik dat dus blijkbaar niet. Maar zo sta ik er absoluut niet in, nee. En vooral dat weinig slapen, dat heeft echt impact. Ja, waardoor ik dus naar mijn dochter van bijna 3, die de grens aan het opzoeken is, en waar die heel vaak nee zegt op dit moment. En, oh, dat is echt pittig, man. Want, ja, geef eens een voorbeeld, met eten bijvoorbeeld. Oef, eten is... Oef. Ja, ik merk dat ik daar heel gevoelig voor ben. En ik weet gewoon nog niet zo goed hoe ik mezelf moet opstellen daarin. En wat het moeilijk maakt, is de energie die bij mij vrijkomt. En dat is geen goede energie, en dat weet ik. En dat neem ik mezelf heel erg kwalijk, maar ik kan er niks aan doen. Ik kan er gewoon niks aan doen. Een beetje irritatie dan. Niet opgeven. Dat is niet echt iets religieus of zo. Maar het is wel iets wat ik heel erg mee heb gekregen. Ja. You gotta keep your head up. Dat ook. Nou, laat je niet gek maken door wat andere mensen zeggen. Geloven in jezelf. En dat geloven in jezelf is ook, ik bedoel, dat creëer je ook door te zoeken naar waar je voor staat. En voor mij is die zoektocht heel erg gebonden aan geschiedenis. De geschiedenis van mijn ouders zorgen ervoor dat ik steviger in mijn schoenen sta, omdat ik gewoon weet waar ik vandaan kom. Omdat ik weet waarom zij de keuzes hebben gemaakt die ze hebben gemaakt. Ja, wat zijn de waardes nog meer? Nou ja, los van de waardes die we natuurlijk hopelijk allemaal onze kinderen meegeven, als respect hebben voor elkaar en openstaan. Nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid is voor mij een hele belangrijke. Oké, maar dan gaan we het hebben over culturele achtergrond. Nou, ik ben Marokkaans. Maar hoe Marokkaans ben ik dan eigenlijk? Als je het hebt over taal, als je het hebt over Marokkaanse normen en waarden. Ja, dat is voor mij bijna niet te definiëren, want het is allemaal zo gemixt. Taal is een lastig ding. Mijn taal, mijn Marokkaans, wordt ook steeds minder met de jaren. Omdat ik alleen maar Nederlands spreek. Maar ja, ik wil het wel heel graag doorgeven. Maar waarom wil ik het zo graag doorgeven? Mijn kinderen gaan niet in Marokko wonen. We wonen hier. Omdat ik ergens een soort schuldgevoel voel naar mijn ouders toe. En ik dat heel belangrijk vind, dat stukje. Oké, dus voor je ouders wil je het dan doorgeven aan je kinderen? Nee, ook voor mezelf, omdat ik het ook belangrijk vind. Dat soort gesprekken die je dan met jezelf hebt. Ik ben er overdag natuurlijk veel, dat is fijn. Maar verder, ja, zij is de moeder toch? Dus zij moet gewoon alles doen. Ik zit gewoon vooral op de bank. Je weet het gewoon nooit met acteurs. Hey. Ook zo'n knikker zo. Hey. Ja, zij is de moeder. Nee joh, het is echt zoveel mogelijk een teamwork. Nog meer luiers. Nog meer luiers. En dan ook nog eens op tempo. Gaan we echt luiers scholen? We gaan de klok bijhouden. Nee joh. Ja. Hoe dan? Waar? Oké, ik ben dus linkshandig, dus de baby moet wel eventjes omdraaien. Oeh, wauw. Oké. Oh jeetje. Het is heel raar hoe ik de pop nu vasthoud, zo doe ik het, heb ik mijn kind nog nooit vastgehouden. Maar dat komt omdat het gewoon even niet anders kan. Vaak doe je eerst een luiertje eronder, voordat je de luier gaat verschonen. Nu doe ik het zo. Vuldige tot nu toe in ieder geval. Ja, en dit is ook belangrijk, dat je dit nog altijd even doet. Zo, en dan heb je geen lekkage. Klaar. Maar je hebt wel een meisje ook. Ja. Heb je altijd net zo goed te plooien? Ja.